Komodo, welkom bij de Aquarium Sessions. Het is echt een grote eer om hier een keer te zijn. Ja, hoe is het om met 5 man op zo'n kleine plek te staan? Dan krijg je een beetje popperonde vibe of zo. Ja, niet coronaproof, maar dat maakt niet uit. Maar wel gezellig. Ja. We ruiken elkaar een beetje. En dat, ja, dat is op dit tijdstip nog wel te doen. Ja, het is in ieder geval anders dan een studio dat je allemaal apart opneemt. Hier sta je echt in elkaars... recht aan te kijken, Bakkes, zeg maar. Ja, 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 precies. Ja, dus, even kijken. Jullie hebben nu 3 singles uit, volgens mij. 3 singles van een nieuwe album, ja. Ja, een aantal gaan heel goed op de radio. Ja, nou, niks te klagen, nee. Nee, goed. En wat zijn de plannen voor de komende tijd? Wat zijn de plannen, Menno? Ja, wij gaan... We zijn bezig met het album af te maken. En dat komt hopelijk in februari, maart uit. Daarvoor misschien nog een singeltje. En daarna de wereld. Ja, dan naar de rest van de wereld. Eerst Aquarium Sessions, dan de rest van de wereld inderdaad. Inderdaad. Zo hoort het. Wat leuk is aan jullie, wat opvalt, is dat er echt onwijs veel invloeden uit heel veel stijlen, culturen in de muziek zitten. Hoe komt dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Het is gewoon een beetje begonnen omdat we zochten wat om de muziek even iets een ander smaakje te geven. Zo. Het was geen vooropgezet plan. We gaan een band maken met exotische invloeden. Het is een beetje zo binnengedruppeld. Eerst was het een Indiaas geluidje. Daarna werd het een Turks geluidje. En toen werd het een Chinees geluidje. Ja, zo kwam het een beetje binnen met verschillende ritmes, verschillende instrumentjes. En nu is het een beetje ons ding geworden. Ja, en ook iets wat nu ook wel kan, denk ik. Ik bedoel, je ziet wat meer bands. Kan altijd. Het kan altijd met het beïnvloeden uit het... uit diverse culturen, dat hoor je steeds meer. Wij kennen elkaar een beetje, daarover straks nog een vraag. Ja. Ik heb jou al bekend, ik zat thuis en ik hoorde een liedje op de radio. En heel af en toe, dat gebeurt denk ik 2 keer per jaar, dan denk ik van... fuck, wat is dit? Dit klinkt mooi. Dit ga ik shazammen, want ik wil weten wat dit is. Ja. Ik hoorde een dwarsfluit, lekker jaren 70. En toen dacht ik... shit, dit is gewoon de band van Tommy, zeg maar. Dat is echt een soort van, beetje dom van mezelf. Ja. Maar die dwarsfluit, die is wel heel bijzonder. En, maar het verhaal erachter ook, want jij speelt helemaal geen dwarsfluit. Ik speel helemaal geen dwarsfluit. Nee, behalve in dat nummer dan. En hier live natuurlijk. Nee, het is fake it till you make it. Ja. Maar Tommy had het nummer geschreven en er een dwarsfluit in gesampled. En hij vroeg van, ja, wil jij niet dat loopje op die dwarsfluit leren? Toen dacht ik, ja, ik heb voor deze band al bouzouki geleerd, conga's aangeschaft... veel zang, veel tijd, veel moeite, veel spullen. Met andere woorden, nee. Nee, ik zei eerst gewoon, nou, eigenlijk geen zin in. En toen moet ik een dwarsfluit fixen, moet ik een paar lessen nemen. Maar toen werd het een hitje, een bescheiden hitje. En toen hebben we wel geprobeerd met het loopje op de gitaar. Maar het was allemaal net niet. En we dachten, ja, die DJ's op de radio begonnen ook echt een hype van te maken. Ja. Met fluituurtjes en weet ik veel allemaal. En toen dachten we, ja, kan niet anders. Ik doe het wel. Dwarsfluit, voor de bijl. Voor de bijl. Dwarsfluit geregeld, palesjes genomen. En toen hebben we het eerst nog een hele toon lager gedaan. Want de originele toonsoort Gies mineur, die is op de fluit behoorlijk pittig. Toen deden we het in Fies mineur. Toen hebben we een paar opnames teruggehoord. En zat Tommy zijn stem eigenlijk te laag. Klonk het ook niet lekker. En toen heb ik heel erg mijn best gedaan. En nu doen we hem in G. Ja, een halfje hoger. Gulden middenweg. Ja. Niet, het is je eigen nummer. Je kan doen wat je wilt, toch? Ja, precies. Ja, ja, het was natuurlijk echt wel een bijzondere techniek. Het is niet dat je zomaar even zo'n ding in je mond zet en blazen. Het is natuurlijk een heel aparte manier. Dus dan heb je echt wel een paar lessen nodig natuurlijk. Ja, het is enerzijds dat grepensysteem wat je moet leren. En anderzijds gewoon met je mond. Een blaasinstrument is echt een andere categorie dan een gitaar of een piano. Ja. Waar je iets indrukt. En het klopt. En voor het leek, het is bijna alsof je op een lege flesje blaast ongeveer. Je moet het ook echt boven blazen. Ja, je moet over het gat heen blazen. Ja, te gek. En is het ook een deel van de uitdaging van in zo'n band zitten? Dat je dingen juist doet, dat het eigenlijk nooit hetzelfde is? Dat je juist dingen moet doen die je nooit verwacht? Voor mij wel. Ik ben sowieso een muzikale allesvreter. En ik speel ook trombone in andere bands en altijd wel van alles gedaan. Maar ik ben wel van huis uit een gitarist. Maar ik merk dat ik bij Komodo mijn ei echt wel kwijt kan. Ja. Juist door nummertjes conga, nummertjes fluiten, nummertjes bouzouki. Ik kik daar wel op. Ja, te gek. Dan natuurlijk even de elephant in the room, zoals de Engelsen zeggen. Of zoals in Nederland zeggen wij van WC Eend. Adviseren WC Eend. Tommy, jij bent natuurlijk ook een van de gezichten van Music Maker. Dat is duidelijk. Ja. We dachten natuurlijk heel lang van, moeten we hier laten spelen? Maar wat ik zelf al zei, ik hoorde het liedje op de radio. En ik denk, wauw, dit is gewoon te gek. Wat een toffe band. En dat blijkt dan je collega te zijn. Ik vertelde het je net al. Hoe is het voor jou in een bandje spelen? Is dat echt nodig als je voor Music Maker schrijft, denk je?
Niet nodig. Ik denk wel dat het heel erg helpt als je in ieder geval muzikant bent. Ja. Dat je weet waarover je mensen interviewt en waarover je schrijft. Ja. Dat je in een bandje speelt is leuk meegenomen. Want je komt wat mensen tegen en zo. Maar het maakt het ook wel hectisch. Vooral als je veel optredens hebt. En dan moet je ook nog tussendoor... Smiddags moet je ergens is de get-in voor een optreden. En dan moet je voordat je gaat rijden nog even een deadline halen met Music Maker. Even, En dan kom je thuis. En dan moet je vroeg gaan slapen. Omdat je volgende dag weer aan die deadline moet gaan werken. Precies. Maar ja, je kunt wel je eigen tijden bepalen. En dat kan bij een kantoorbaan of vele kantoorbanen kunnen dat natuurlijk niet. En dat is wel fijn aan het combineren van journalistiek en muziek. Ja, en ik denk ook, je komt misschien onderweg ook weer andere bandjes tegen op festivals en bepaalde evenementen. Je komt ook studio mensen tegen. Je netwerk staat een tijdje ook heel groot natuurlijk, op twee manieren. Ja, klopt. Dat is waar. Maar dat is vooral gezellig. Dat is niet dat ik daar echt een professionele vruchten van pluk of zo. Ja. En los van vandaag, dan heeft de band ook nog iets gehad aan jouw werk met Music Maker. Heb je bijvoorbeeld mensen leren kennen die nu in de band zitten door het werk? Of is dat helemaal los? Nee, dat is helemaal los. Eerder andersom dus. Ja. Oké, drie singles. En in ieder geval daarvan twee zijn er echt heel veel gedraaid volgens mij. Plaat komt eraan. Clubtour is in volle gang volgens mij. Ja. Succes. Dankjewel.